Hallo, welkom bij Draadje Los. Bij aflevering 131 alweer. Bij Draadje door de week van Draadje door de week. Ja, jullie zien mij hier bezig met iets. Ik ga zo vertellen waarmee. Maar ik ga eerst even uitleggen wat Draadje in de week nou eigenlijk is. In Draadje door de week vertel ik altijd waar ik de afgelopen week mee bezig ben geweest. Dat is dit keer hartstikke veel. Als ik aanwinsten heb, dan laat ik ze die zien of ik vertel erover. En die heb ik ook deze week. Prachtige aanwinsten. Een vaste rubriek in Draadje door de week is Draadje gaat vintage. Dan zoek ik een patroon uit een heel oud boek of een oud tijdschrift. En dan ga ik dat maken. Vaak precies zoals het er staat. Want dat vind ik dan juist wel grappig. Of juist met mijn eigen draai eraan. Bijvoorbeeld door ander materiaal te gebruiken of ja, door het een beetje op een andere manier aan te passen. Of veel groter of kleiner te maken, zoiets. En een vrij recente, maar inmiddels ook vaste rubriek van de week is de tip van de week. En de tip van de week, dat kan van alles zijn. Een leuk artikel wat ik heb gelezen. Tentoonstelling die de moeite waard is om te bekijken. Maar heel vaak is dat ook een mini-workshopje. En dat is deze week ook het geval. Ik heb dus deze keer een mini-workshopje. Nou, jullie zien mij hier met naald en draad bezig op een of ander groot wit vlak. En ik ga dat even omdraaien. Want aan de andere kant van dit witte vlak zit de oude mola die ik tijdens de vakantie in een museum heb gekocht. Ik had een oude en een nieuwe mola gekocht. Mensen die mij al een poosje volgen hebben dat vorige keer kunnen zien ook, hè? Toen liet ik ze zien. En nou, ik heb hem inmiddels gewassen en ik ben hem op een ondergrond aan het naaien. Ik heb eerst een lap hele dikke, stevige flanel genomen. Daar heb ik hem opgemaakt, zo onzichtbaar mogelijk. En toen heb ik deze lap op een stuk, op maat geknipt stuk schuim genaaid. Dat is speciaal schuim, wat als tussenvulling wordt gebruikt voor tassen en mandjes, voor patchwork bijvoorbeeld. Dat had ik liggen, maar ik gebruikte het helemaal niet. En toen dacht ik, dat komt nu van pas. Blijft toch een beetje soepel. Als ik het ooit zou willen, omdat het nodig is, zou ik het zelfs ook met vullingen al kunnen wassen. Nou, in ieder geval, ik ben dat dus nu, ben ik dat flanel op de achterkant aan het vastzetten. Aan de voorkant, ik heb het al vastgezet, het flanel zit al vast. Kijk, je ziet hier van die, dat deukt een beetje in. En ik heb het namelijk vlak om de mola, dat zie je dus niet aan de voorkant, heb ik dat met hele kleine steekjes door het flanel en de schuim vastgezet. Want deze mola is behoorlijk versleten. Hier zit ook een scheurtje. Ik zat eerst te denken om het vlak bij die scheurtjes vast te zetten, maar dat doe ik niet. Want ik dacht, als ik nou dit op flanel naai en ik naai dat flanel stevig aan dat schuim vast, en dat ziet het dus nu, dan komt daar de eventuele druk bij het hangen op te staan en niet meer op de mola zelf, hoop ik. Mocht het wel wat gaan uitzakken of uithangen, dan kan ik dat altijd nog veranderen. Maar ik laat het even zo. Ik denk dat het zo kan. En nu ben ik dus even die flappen met de flanelsteek aan het vastzetten aan de achterkant van het schuim. En ik heb al een paar repen heel stevig karton genomen. Mijn bedoeling is nu om dit te bekleden met stof, maar wel zo een tunneltje. En om dat dan hier op te naaien. Ik heb het ietsje van de kanten af. Maak ik hier denk ik lusjes aan met een koordje. Ik wil hem iets meer zo. Zodat als dat koordje vast zit, dat het niet te bovenuit piept. En dan kan ik hem zo met het koordje aan een spijkertje hangen aan de muur. En dat tunneltje, dat naai ik dan vast. Maar dat maak ik zo. Iets korter ook denk ik dan het karton. Want dan kan ik, mocht het nodig zijn om hem toch een keertje te wassen, dan kan ik het karton eruit halen en dan kan ik hem zo wassen. Ik laat dit verder ook, ga de achterkant ook niet bekleden, want dat zit toch tegen de muur. Niemand ziet dat. Ik zat eerst te denken om bijvoorbeeld een lap te nemen
En die gewoon aan verschillende kanten vast te naaien, zodat ik er een heel plaat karton in kon schuiven. Maar dit is vrij stevig en zeker met dit karton zo aan een stukje vanaf de bovenkant, denk ik dat dat wel recht genoeg houdt. Mocht het niet zo zijn, dan kan ik het altijd nog veranderen. Maar daar ben ik dus nu heel druk mee bezig geweest. De details hoef ik het niet over te hebben, want na dat eerste stuk en hoe ik te werk ben gegaan met dat voorzichtig wassen, en later in een volgende aflevering wat ik gedaan heb tot waar ik nu ben, dat heb ik gefilmd. En dat komt binnenkort online. En het afmaken, want hij schiet nu aardig op, het afmaken met het tunneltje en een ophangkoordje, dat ga ik ook filmen. En dat komt te zijner tijd online. Nou, ik had al een plekje gevonden, eventueel in mijn studio, maar... Dat zou heel goed kunnen hoor. Die heeft een roze muur. Zou heel goed kunnen. Maar wat ik eigenlijk ook wel leuk vind. In de slaapkamer. Daar hangt een gepixelde cavia. Silke die heeft heel veel gepixeld. En in mijn studio hangen er nog een hele hoop. Die zijn eigenlijk van Silke. Die moeten een keertje daarheen. Dat ze daarop kan hangen. Maar op de slaapkamer hangt dus een cavia. Want ze kon het allemaal niet meer kwijt. Ik denk dat die ergens anders ophangen. Dat is een olijfgroene muur. En dat zit boven het kastje van de slaapkamer waar mijn kawandi op ligt. En ik denk dat die daar ook eigenlijk veel mooier hangt. Dus ik denk dat ik hem daar ga ophangen. En dan die cavia, die verhuist gewoon. Die kan ik dan wel hierheen verhuizen. Ja, vind ik wel gezellig. Dus als jullie dan af en toe wat horen piepen te zijn tijd, dan is het de gepixelde cavia. Goed, ik ga hier dus verder niet meer al te veel over vertellen. Want jullie gaan dat allemaal zien binnenkort. Nou, ik had nog een stukje van dat schuim over en daar paste precies mijn kleine mola op. Dus die ga ik op precies dezelfde manier bewerken. En misschien hang ik hem er wel bij, dat weet ik niet. Hij kan ook ergens anders hangen, dat weet ik allemaal nog niet. Maar in ieder geval, want ik zit maar de hele tijd in mijn hoofd van ze moeten bij elkaar, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar goed, dit leg ik nu even weg, want daar moet ik verder mee, maar ik ga dat dus eventjes... De andere dingetjes laten zien waar ik ook druk mee bezig ben geweest. Dus ik leg dit even weg. Dan schuif ik even mijn daglichtlamp op zijn plek. Ik heb op mijn werktafel, ik weet niet of je het verschil kunt zien, maar zo had ik het beste licht. Ik weet niet of je het verschil kunt zien. Ik heb op mijn werktafel heb ik rode plakketjes gedaan. Zodat ik precies weet hoe ik hem neer moet zetten. Slimme. Zo af en toe denk ik wel eens na. Goed, nou, ik had dus die mola gewassen en ik ben dus al aardig verder met hem ophang klaarmaken. Ik pak even mijn papiertje erbij. Veel van jullie zullen hem al gezien hebben. Maar toch even voor degene die wel mijn draadje kijken, maar niet mijn tutorials... Laat ik even de beanie zien. Die afgelopen donderdag. Dit komt zo. Die afgelopen donderdag online was. Dit is hem. De beanie voor Jasper. Als je hem nu ziet. Ik ga even iets verstellen. Ik ga even wat meer naar beneden. Mijn stoel ook. Okay. Zo. Dan kan ik goed in mijn camera kijken. En dan is het niet zo ver weg. Het is voor mij een beetje een verrassing hoe dit filmpje er nou uit gaat zien. Maar daar horen jullie straks alles over. Jasper schoot hem ook op de foto van die tutorial. Ik vind zelf deze manier van minderen heel leuk. Dat je een soort van ster krijgt op de kroon van de muts. Een beetje sneeuwvlokjes doet het me aan denken. Mooie ronde bovenkant. Mocht je hem nog niet hebben gezien en hem willen breien... Hij wordt stap voor stap uitgelegd in de tutorial van afgelopen donderdag. En hij staat ook in de playlist breien. Nou, Jasper is er heel blij mee. En ik vond het heel leuk om te zien dat degenen die hem gekeken hadden en gereageerd hadden, dat daar heel enthousiast op gereageerd is. En, nog leuker, dat een aantal van jullie hem ook gaat maken. Nou, hartstikke leuk. Dus als je het gaat doen, ik wens je heel veel succes.
Hij is niet moeilijk om te maken. Past op bijna iedereen. Dat komt door de constructie van de steek. Er zit heel veel rek in. Wil je echt een soort van drukwerkpetje maken, maak hem dan een centimetertje of twee korter. Kan ook nog, hè. Maar ja, er is erg enthousiast op gereageerd. Ja, dat is natuurlijk leuk, want daar doe je het natuurlijk voor. Je hoopt mensen iets wat ze kunnen doen te bieden. Dus ja, ik ben ook heel benieuwd naar jullie resultaten. Mocht je nou zo'n beanie gebreid hebben naar aanleiding van de tutorial, zet hem dan even op Facebook of Instagram. Als je mij even tagt, dus apenstaartje Joke Schuurman of Draadje Los, dan krijg ik daar een melding van en dan kan ik dat zien. En dat, ja, dat vind ik gewoon heel leuk. Want je kan hem van allerlei garens maken. En deze gaat weer terug in het laadje met Jasper's andere beanies, want hij draagt ze graag. Ik had ze ook gemaakt in een donkere paarstint. Hartstikke mooi, stond hem ook heel goed. Maar die is een beetje flodderig, een beetje slapjes. En Jasper zegt, ja, het lijkt ook wel alsof die niet lekker past. Ik denk dat dat komt omdat ik daar alpaca garen voor had gebruikt. En dat is niet zo, dat veert niet. Daar zit geen rek in. Dat bounced niet. En dat zit dan toch anders. Dus ik raad je aan als je hem gaat maken, maak hem dan gewoon lekker van wol. Ik heb hier een ietsje dikkere sokkenwol voor naald nummer 3. Dat gaat hartstikke goed. Er zit ook lekker veel bounce in. Als je zelf spint, kan je natuurlijk ook een zelfgesponnen draadje. Neem dan wel met zoveel mogelijk wol. Hoe die in acryl uitpakt, weet ik niet. Maar dat zou je kunnen proberen. Ik heb wel van dat acryl van de. Ja, dat is een mix van acryl met polyamide van de Zeeman. Die kleine bolletjes van de Zeeman. De super soft. Heb ik wel eens volgens dit modelletje babymutsjes gebreid. Die doen, dat houdt heel goed. Dus daar kan je hem ook van maken. Van de super soft van de Zeeman. Is heel zacht. En dat heeft ook ongeveer dezelfde dikte. Kan je lekker breien op pen 10. Pen 3 natuurlijk. Dus dat kan, denk ik, dat kan ook wel. Wat ik nou graag van jullie wil weten. Want ik heb deze dus ook in een baby variant. Die gaat bijna hetzelfde. De manier van minderen is ook hetzelfde. Alleen het heeft een ander aantal steken en andere maten in de hoogte. En ook de minderingen, de manier van minderen is hetzelfde. Maar het is wel anders ingedeeld. Ik wil graag van jullie weten of jullie het leuk zouden vinden of er behoefte is aan een tutorial van dat babymutsje. Want dan wil ik die gerust een keer filmen. Zoveel, ja, ik moet hem natuurlijk breien, maar als je graag breit, zoveel werk is dat niet, zo'n babymutsje. Maar dan hoor ik dat graag. Als jullie dat willen, dan kijk, het kan zijn als jij een handige breier bent, dan kun je waarschijnlijk zelf de maten wel aanpassen. Dan lukt je dat wel. Maar heb je nou niet zo heel veel ervaring, dan kan ik me voorstellen dat het lastig is om zo'n patroon aan te passen aan een andere maat. Dus als ik nou van jullie heel veel terughoor van, ja, doe dat babymutsje ook maar, dan ga ik hem een keertje filmen. Ik zeg niet nu meteen, maar dan komt hij er een keertje aan. Ja, maar ik wil even weten of daar behoefte aan is. He, als je, nogmaals, als jij een goede breier bent en je denkt, nou, daar kom ik zelf wel uit. Ja, dan vind ik het een beetje zonde van het werk. Dus laat het eventjes weten. Ja, ik zat even te twijfelen of het volgende waar ik mee bezig ben geweest zou laten zien of niet. Want ja, dan heb je natuurlijk al een beetje gezien wat er komt. Maar toen dacht ik, oh, stom. Ik heb hem al lang op Instagram en Facebook heb ik het gezet. Dus dan kan ik het net zo goed laten zien. Het komt namelijk online in een, niet echt een tutorial, maar dan laat ik zien hoe ik dat heb gedaan. Ik heb wol geverfd. Het was afgelopen week zo mooi warm weer, dat ik dacht, ik pak mijn wol, mijn heksenketel er weer even bij. En wat verf. Want ik wilde zo graag eens gradient verven. Ik had hele mooie 5 strengetjes van dit naturel wol. En die wilde ik dus van licht naar donker verven. Nou, ik had een hele mooie kleur. Volgens mij heet deze tint bosanemoon of zo.
En ik vind het uiteindelijk nog wel goed gelukt, hoewel deze wel heel erg dicht bij elkaar ligt. Hier zitten iets meer donkere stukjes in dan in deze. Maar in zijn geheel, ik weet niet of je het, als je het op gaat breien, of je dat erg ziet. Maar goed, het ging dus ook heel, ik had dat nog nooit eerder gedaan. Dus ik ging dat gewoon uitproberen. Ik had een bepaalde strategie bedacht. Bepaalde werkwijze dat ik dacht, hè, mijn logica. En dat liep toch een beetje anders. En ik heb het op kunnen lossen. Dus, en dat is uiteindelijk, resulteert dat in dit. Maar daar leer je dus wel heel veel van. Want ik wil het nog een keertje gaan doen. En dan ga ik een andere logica volgen. In de hoop dat die dan nog mooier wordt. Daarvoor heb ik wel eerst nog natuurlijk wol nodig. Maar dat is op zich het punt niet. Maar dan wil ik dat toch eventjes nog een keer doen. Volgens die andere werkwijze. En dan kan ik mooi vergelijken met dit. Of er een verschil is. Er zal zeker verschil zijn. Want ik wilde ze eigenlijk allemaal egaal hebben. Maar nou ja, daar ging het dus al meteen mis. Nou, of mis. Anders. Het is niet egaal. Aan de andere kant vind ik het wel daardoor heel levendig. Ik zat even te overwegen om hem als giveaway te doen, maar ik ontdekte bij het wassen en spoelen dat er hier en daar, het is niet veel, maar bij een enkel stukje zit er hier en daar wat schade. Hier dan niet, even kijken hoor. Kijk hier bijvoorbeeld. Zit een beetje schade, dus ik denk, het was heel oud. Dit is gewoon het uiteindje, dus dat is het niet. Ik denk dat er ooit een motje in heeft gezeten. Als je echt last hebt van motten en je pakt zo'n streng, of je hebt motten gehad en het is echt behoorlijk aangevreten, dan zul je meestal, als je dan zo opgeborgen heeft gezeten, kijk, hier zit ook wat schade. Het is niet veel, maar ik weet niet zeker of als je ermee gaat breien, of je meer tegenkomt. Heb je echt behoorlijke motschade, dan zul je ontdekken dat als je bijvoorbeeld ermee gaat werken of je gaat het opwinden, dat steeds op dezelfde afstand schade zit of het draadje door is of bijna door. En dat op heel regelmatige afstanden van elkaar is. Nou, dat is ook verklaarbaar, want dan heeft zo'n motje ingevreten door zo'n strengetje heen. En dan zit die schade natuurlijk door je, hè, dat is in de rondte opgewonden. Dus steeds op diezelfde plek kom je dan schade tegen. Dat is gelukkig bij dit niet het geval. Dus ik denk dat het wel bruikbaar is. Kijk, hier zit ook iets wat niet helemaal. Hier is die een beetje dun, bijna door. Maar het is niet door de hele strengen heen. En ik weet ook niet zeker of het in alle strengen zit. Dus dat is niet goed genoeg om weg te geven, maar ik kan er misschien nog wel wat van maken. Als de schade niet zo groot is, dan kan ik het gewoon, zijn de restdraadjes nog aanwezig, zoals hier bijvoorbeeld. Dan zou ik dat met het breien of haken een beetje naar elkaar toe kunnen schuiven en gewoon weghaken. Of even doorknippen en zo'n magisch knoopje erin, hè, zodat ik verder kan. Dat kan ook. Maar het is te risicovol om dit weg te geven. Want dan maak ik misschien iemand blij met een dode mus. Dus ik ga dit gewoon in een plastic zak doen. Dan blijft het sowieso motvrij, want het is ook gewassen. Na het verven moet je het sowieso wassen. En ik zag ook niks van eitjes of wat dan ook. Dus het is niet recent of zo. Dus ik kan dit gerust gewoon weer opbergen, goed in plastic verpakt. En dan kijk ik, als ik het dezelfde tijd ergens voor ga gebruiken, of het ook inderdaad bruikbaar is. Ik denk het wel, maar ik ben er niet 100% zeker van. Nou, inmiddels ruikt het door het wassen ook weer fris. Het heeft denk ik heel lang ergens opgeslagen gelegen. Het was volgens mij, ik kreeg dit van Miranda en die had dat van de erfenis van een buurvrouw die heel veel wegdeed. En ik denk dat het in een schuur heeft gelegen of zo. En mijn kinderen zouden zeggen, het ruikt naar openluchtmuseum. Maar dat is helemaal weg na het wassen. Dat valt me reuze mee. Dus het ruikt nu een beetje naar eucalyptus.
Dus ik ga dit bewaren om er een keer wat mee te doen als dat lukt. Ik kan ook iets doen wat uit kleine lapjes bestaat natuurlijk. Want dan heb je geen hele streng in één keer nodig. Dan, mocht er dan schade zijn, kan dat ook nog. Dus ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. In ieder geval vond ik het heel leuk om te doen, dat verven. En het gaat een keer op herhaling. En dan ga ik een andere methode uitproberen. En daar vertel ik ook in die video wat meer over. Nou, dus, maar wel heel leuk om te doen. Nou, het was ook warm weer. En het waaide ook. En warmte en wind. Ik had ze in de tuin gehangen. Het was echt, ik knipperde met mijn ogen en het was al droog. Dus ja, ik vind het leuk. Maar ik denk dat het beter kan. Het is nog best moeilijk hoor, om te doen. Even kijken hoor. De beanie heb ik laten zien. Mola, verven. Nou, ik heb gebreid aan mijn vintage babybroekje. Maar dat komt zo bij Draadje gaat vintage. En ik ben ook nog aan het spinnen geweest. Ik had van de week, het werd 's avonds al wat later. En ik dacht, ja, dan kom je op een gegeven moment op zo'n punt van, ga ik nog wat doen of niet? En ik dacht, oh, weet je wat, ik had mijn blik klaarstaan. Daar had ik al mijn wol spin klaargemaakt. Leg dit even. Ik heb dat eerder laten zien. Mensen die mij al lang volgen, hebben dat waarschijnlijk gezien. In mijn blik had allerlei, die had ik op de beurs gekocht. Een hele zak met verschillende tinten gemixte lont. Met kleurtintjes erin en verschillende materialen erin. Maar dat was niet zo veel. Dat was van 20 gram geloof ik of zo per lontje. En toen heb ik daar, ik heb heel veel effen lont had ik. In allerlei kleuren. En dat heb ik erbij gepakt en toen heb ik allemaal setjes gemaakt. Dus één mixtint, nou bijvoorbeeld deze blauwe mixtint van wat ik op de beurs had gekocht. En die heb ik dus gecombineerd met deze effen draadjes. En, of draadje, lontjes. Zodat ik, en dan spin ik op de ene klos, spin ik mijn mix. Op de andere klos spin ik dit. En dan twijn ik dat samen. Dan heb je net wat meer per kleur. Dan kan je er net ook wat meer mee doen. En het samenstellen van die setjes. Nou, dat hebben jullie toen kunnen zien. Ik weet niet meer wanneer dat was. Het is al een poosje geleden. Dat vond ik al ontzettend leuk om te doen. Die kleuren bij elkaar zoeken. Nou, dat heb je ook kunnen zien hoe ik dat deed. Maar goed, dat ligt klaar. Dat zit in een tas. En ja, iedere keer als ik zin heb om te spinnen. Dan pak ik weer eens even zo'n... met twee lontjes bij elkaar en dan maak ik dat spin klaar, zoals hier. En nou ja, hier dus mijn effen. En dan komen hier dus die spin klaargemaakte van die mix. Nou, die heb ik inmiddels gesponnen. Dat zat er dus hier. Oh, past. Dat zat dus hierin. Die is gesponnen. En ik ga denk ik ergens deze week, ga ik deze opspinnen, zodat ik ze kan twijnen. Maar daar ben ik dus ook mee bezig geweest. Ik vind spinnen altijd heel lekker om te doen. Als ik, wat ik net eigenlijk zei. Als ik een beetje moe ben en het idee heb van zo'n beetje zitten twijfelen. Van zal ik nog wat gaan doen of niet? Dan ga ik vaak even lekker spinnen. En dan doe ik dan meestal een podcast of een luisterboek. Zet ik daar dan bij op en dat vind ik heerlijk. Wanneer ik ook wel eens ga spinnen. Is als ik een beetje vol in mijn hoofd ben, een beetje druk ben, een beetje kalm wil worden, gewoon lekker rust, vind ik het ook heerlijk om te spinnen. Je hoeft er niet zo bij na te denken. Onderhand zit ik ergens naar te luisteren en ja, ik word daar dus echt compleet ontspannen van. En zeker bijvoorbeeld na een drukke werkdag bijvoorbeeld, ik ben weer begonnen met werken. Nou, dat zijn best drukke dagen soms. En dan kom je thuis. Nou, dan heb ik vaak niet meer echt zin om te breien of iets dergelijks. En dat zijn dan ook vaak van die momenten dat ik denk, oh, ik ga even achter mijn wieltje zitten. Ik sta gewoon beneden in de huiskamer. Dus ik hoef er ook niks voor om te halen, want hij staat altijd gewoon klaar. Dus ik pak mijn lontje en ik ga lekker spinnen. Ik vind dat heerlijk. Dus waarschijnlijk gaan jullie volgende week dit draadje helemaal afzien.
Verder ben ik bezig geweest, niet heel veel, maar wel genoeg om te laten zien. Met mijn Komebukuro van de lapjes die ik van Margriet en Nea kreeg. Ik had de vorige keer al een lapje laten zien. Moet ik even kijken. Deze. Hij is nog niet helemaal af. Maar ik wist even niet zo goed hoe ik verder zou gaan. Dus ik heb hem even geparkeerd en ben gewoon aan een tweede begonnen. Ja, zo'n Komebukuro bestaat uit 5 kanten. Dus hè, 4 kanten en een bodem. Waar ik tegenaan liep, was dat ik het op een gegeven moment toch een beetje rommelig vond worden. En dat kwam door die halve maatjes. Ik had in eerste instantie bedacht dat ik alle ronde lijnen, alle vormpjes, dus hè, dit soort ovaaltjes, de cirkels, deze grote vorm en hier die cirkels, dat ik die zou omborduren. En dat, dat heb ik dus hier ook gedaan. Hier zie je dat goed. Even nog iets dichterbij halen. Hier zie je dat goed. Dat ik eerst die grote vorm, hè, met die cirkel, met dat spiegeltje. En toen heb ik daarna heb ik, dat halve maandje hier afgemaakt. Maar dat zit gewoon alleen maar aan deze kant. En toen ging ik op een gegeven moment die halve maandjes helemaal doen. En toen kwam ik een beetje in de knel met die ovalen en cirkels. En toen dacht ik, ja, dan als ik daar weer een kleur tegenaan, dan wordt misschien wel een beetje rommelig en druk. En ik wilde ook iets met deze tussen vierkantjes doen. Verschillende mensen zeiden al bij de reacties, doe daar ook spiegeltjes in. Maar dan komen er wel heel veel spiegeltjes op. Ik weet niet of ik dat nou wel mooi vind. Ik bedoel, ja, ik wil geen kermis. Dus ik dacht, nou ja, ik heb nog 4 lapjes, dus ik parkeer deze gewoon eventjes. En ik pak even een andere en dan ga ik het wat consequenter aanpakken. Zodat ik wel veel heb met kleur en steken, maar dat ik wel, dat er een bepaalde soort consequentie en daardoor misschien ook wat meer rust in zit. Want dat lapje zelf is natuurlijk al heel druk. Dus toen heb ik het volgende bedacht. Alle cirkels die grote vormen en alle ovalen met de binnencirkeltjes, die ga ik met kettingsteken doen. En ik ga ook niet meer zomaar kleurtjes pakken, maar ik ga het consequent doen. Dus alles wat hier deze tint oranje heeft, ga ik omwerken met gele kettingsteken. Ik heb hier ook gedaan. Dit is ook deze kleur, dus dit krijgt ook gele kettingsteken. Dit krijgt gele kettingsteken. Dit laat ik nog even open. Want je zou dan zeggen, dit krijgt ook gele kettingsteken. Maar ik wil hier in ieder geval een spiegeltje. Dus dat laat ik nog even. Alles wat heel lichtroze is, de allerlichtste tint van die lapjes, geef ik kettingsteken van dat, ja, een beetje frambozen donkerrood. Dus dat heb ik hier gedaan. Hier, dit cirkeltje. Deze vorm. En de halve maatjes, die laat ik nog even voor wat het is. Die laat ik tot het allerlaatst open. Dus pas als ik dat heb gedaan, kijk, voor de donkere tinten, deze ovale bijvoorbeeld, dit is een halve maatje, dus dat sla ik nog over, en deze, ga ik weer een andere kleur geven. Maar wel allemaal hetzelfde. He, dus in dit geval, dit oranje, daar hoort geel bij. Zachte roze hoort dat donker roze rood bij. En dit geef ik weer een andere kleur, bijvoorbeeld groen of zo. Dan komt er toch wat meer, ondanks dat die heel druk versierd is, komt er denk ik toch wat meer eenheid en rust in. Hier komt sowieso een spiegeltje. En misschien hier ook wel, want dit stuk is nog zo'n groot stuk hiervan op. Dus hier komt denk ik ook een spiegeltje. Hier niet, want dan komt hij te veel op de rand. Dit wordt aan een ander vlak genaaid nog. Dus deze kreeg wel een kettingsteekje. Want die ga ik op een andere manier doen. En dan ga ik dus kijken, hè, want dat spiegeltje vind ik leuk om daar nog wat omheen te doen. Zoals hier, dat vond ik heel leuk. Hier en daar misschien nog een extra spiegeltje. Dat zou dus in dit geval, als ik het hetzelfde wil doen als hier, zouden die hier en hier moeten komen. Nou, hier zit je alweer te dicht bij de kant. Dus dan zou die eventueel hier kunnen komen. En hier heb ik maar 1 randje, hè, dus 3 van die hoekjes, dus daar zou ik wel kleine spiegeltjes in kunnen doen. Misschien ga ik het hier ook nog wel doen hoor, ik weet het nog niet.
Het is ook niet zo dat ik die kleurcombinaties op al die lapjes ga doen. Het kan best zijn dat ik op een volgend lapje dat hele lichte roze met een andere kleur ga omwerken. Dat beslis ik per lapje. En ik vind ook, wat ik ook een heel leuk effect vind, dat wil ik er ook in houden, is de combinatie van een open, brede kettingsteek, waar tegenaan dan een smal kettingsteekje gewerkt wordt. Dat vind ik heel leuk. En ja, ik zat eerst nog te denken, zal ik anders ook bijvoorbeeld dit opvullen nog met iets van een flanelsteek of iets met knoopjessteek of zo, dat weet ik nog niet. Het kan zijn dat ik besluit van als ik dit gewoon met een breed en een smal kettingsteekje heb omgewerkt, dat ik dat eigenlijk wel genoeg vind. Maar zo, ja, nou ja, zo blijft een mens bezig, zal ik maar zeggen. Dus ik heb hem gewoon eventjes weggelegd. Want het kan ook zijn dat als je er een tijdje even niks mee gedaan hebt en je pakt hem weer, dat je dan ineens denkt, oh, dat is leuk. Weet je, dat, daarvoor moet je het even gewoon een tijdje wegleggen. En er even niet naar omkijken. En dan komt er vanzelf een keer een moment dat je denkt, oh, nou heb ik het. Nou, met deze kan ik dus nog even lekker voort. Het gaat met kleine stapjes, maar het gaat. Dus ja, dat krijgt zo heel langzaam vorm. Ik heb er wel wat aan gewerkt, maar niet zo heel veel. Omdat ik, ja, nou ja, je hebt het gehoord. Ik ben met heel veel verschillende dingen bezig geweest. Maar nu ben ik er volgens mij doorheen. Ja, nou, wat heel leuk was. Ik had dus voor de zomervakantie. Mijn werk is een beetje veranderd in die zin. Mijn werkdagen zijn nog hetzelfde. En wat ook hetzelfde is, is dat ik op maandag alle lessen zorg geef en op donderdag rekenen. Dat is niet veranderd, alleen wij hebben, ik ben met nog twee, inmiddels drie andere collega's voor zorg. We zijn behoorlijk gegroeid. We hebben ook een extra, een nieuwe zorggroep erbij, dus eentje meer. Dus er kwam ook een collega bij. Maar we hebben nu, hadden we al eerder bedacht, dat we niet meer ieder een eigen groep nemen. Maar dat we allemaal alle groepen nemen en een beetje ons eigen vak of wat we leuk vinden of goed in zijn gaan doen. Dat betekent dus dat ik niet meer de hele maandag één groep heb waar ik alles mee doe. Maar dat ik dus op de maandag vier aparte groepen achter elkaar krijg. En die kan ik allemaal creatieve lessen geven. Daar ben ik ontzettend blij mee. Want ja, dat is toch wat ik het allerleukste vind en waar ik ook goed in ben. Een andere collega was meteen van, daar is ook heel goed in, meteen van, ja, ik vind die theorie wel heel leuk om te doen. En zij is daar inderdaad ook heel goed in. Zij is ook heel creatief in het bedenken van goede opdrachten, theoretisch. En ook zo dat die leerlingen het ook leuk vinden om daaraan te werken. Dat vind ik echt heel knap. Dus dat wilde zij graag doen. En mijn andere collega vond het hartstikke leuk in de keuken. Nou, dat is ook een beetje mijn vak, maar als ik dan moet kiezen tussen kooklessen of creatief, dan kies ik toch creatief. En dus die kooklessen gaat zij met veel plezier doen. Nou, en we hebben nu een vierde collega en die gaat ons ondersteunen, want de groepen zijn erg groot. Nou, met een grote groep in een keuken, dat is best gevaarlijk, dus daar gaat zij ondersteunen. En ook bij de andere vakken, met, als ze opdrachten krijgen, dat ze kan helpen met een soort huiswerkuurtje. En ze gaat ook hier en daar mij ondersteunen, zodat we ook samen in zo'n les, want zij heeft ook een creatieve achtergrond. Dus we kunnen ook leuk dingen samen gaan doen. Dus ik verheug me daar heel erg op. En ik heb dus vorig jaar al een beetje plannetje gemaakt van, nou, wat voor dingetjes wil ik in ieder geval gaan doen. En dan vind ik het altijd zo leuk om een bestelling te gaan doen. Dus ik had een flinke bestelling voor het hele jaar. En die kwam dus binnen van de week. En dat ging ik uitpakken. Hartstikke leuk. En ja, het is niet van mezelf, maar het is net alsof je het zelf cadeau krijgt of zo. Zo voelt dat. Maar goed, ik kan dus aan de slag, maar ja, daar ben ik ook druk mee bezig geweest. Ik heb het nog even in de docentenruimte laten staan, want ik moet toch echt nog ruimte maken in mijn kasten. Want ik kan niet alles kwijt. Maar goed, dat doe ik met veel plezier. Dus daar ben ik ook druk mee geweest. Het was weliswaar werk, maar ja, ik ben er wel druk mee geweest. Ja. Dat was waar ik mee bezig was geweest. En dan nu de aanwinsten.
2, één grote aanwinst en een kleine aanwinst die erbij hoort, waar ik allebei zielsgelukkig mee ben. De grote aanwinst, die kan ik niet laten zien, want daar ben ik nu mee aan het filmen. Ik heb namelijk een nieuwe telefoon gekocht. Niet zo'n hele dure, maar wel eentje met twee keer zo. Mijn oude telefoon is echt een beetje oud. En deze heeft twee keer zoveel geheugen. En ik ga hem ook helemaal voor YouTube gebruiken. Dus alles wat ik... Hey, mijn socials zitten er verder niet op. Alleen maar YouTube, bewerkingsprogrammaatje, YouTube Studio. Alles wat ik voor het filmen en voor YouTube nodig heb, zit erop. En verder geen socials, geen Facebook, geen Gmail, niks. Want dat heb ik allemaal. Daar heb ik mijn oude toestel voor. En zodat ik veel ruimte vrij hou. En ook misschien af en toe wat langere draadjes kan maken als het zo uitkomt. En ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Daar heb ik van de week mee zitten spelen. Eventjes een paar proeffilmpjes gemaakt. Even kijken of dat, hoe dat werkte. En tegelijkertijd heb ik ook besteld. Tada! Mijn next statiefje. Tip van Miranda. Miranda filmt er al veel mee. Ik heb van de week even een beetje geoefend. En straks komt er in dit draadje ook een stukje wat ik met dit next statiefje ook ga filmen. Dus ja, daar heb ik ook een beetje mee zitten oefenen. Ik moet er een beetje nog mee vogelen. Maar het biedt een hoop voordelen. Allereerst kan ik dingen van heel dichtbij laten zien. Zonder dat ik mezelf in allerlei bochten moet wringen. Dat is heel handig. En ik heb twee handen vrij. Nou, ik liet net het garen zien wat ik heb geverfd. Dat heb ik nog op de ouderwetse manier gedaan. Met één hand de dingetjes doen. En met mijn andere hand moet ik mijn telefoon vasthouden. Want mijn keuken is te klein om mijn statief neer te zetten. Hoe ik hem ook neerzet, ik krijg het net niet goed in beeld. Of ik sta er met mijn rug naartoe, of ik sta ervoor. Of mijn keuken is daar gewoon te klein voor. Maar met dit next statief kan ik dan heb ik allebei mijn handen vrij. En dan kan ik gewoon lekker doen wat ik doen wil. Met twee handjes in de keuken bijvoorbeeld. Terwijl ik dat gewoon film. Dus ik ben hier super gelukkig mee. En dat brengt me natuurlijk ook op het feit dat ik jullie daarvoor heel erg veel dank verschuldigd ben. Dus bij deze aan alle abonnees en leden heel hartelijk bedankt. Want ik heb dit kunnen opbrengen uit mijn YouTube potje. Wat ik met YouTube verdien, dat zet ik apart in een spaarpotje op mijn rekening. En soms koop ik daar iets uit wat nodig is. Ook bijvoorbeeld voor tutorials of zo. Heel vaak wel voor YouTube. Maar ik liet dat potje zoveel mogelijk ongemoeid. En nou, daar heb ik dus nu een net iets even wat betere telefoon voor kunnen kopen. En dit next statiefje. Dus bij deze ontzettend bedankt voor het abonneren. Voor het liken. Hè, de duimpjes, die zijn belangrijk. Voor het reageren op mijn video's. Zeker ook de mensen die lid zijn geworden. Of al echt al maanden lid zijn. Heel erg bedankt iedereen. Want ja, jullie hebben dit gewoon mede mogelijk gemaakt. Pieter en ik hebben ook ieder een eigen spaarpotje. Daar gaat niet zoveel in. En dat is meer voor wat kleinere dingen. Je ziet dus een boek. Wat je, daar koop ik ook wel eens kleinere dingen voor. Hè, zoals vorige week bij Eva. De sokken wel. Nou, dat betaal ik uit mijn eigen spaarpotje. Maar ja, er toch wat, he, ietsje meer uitgaven. Ja, daar kwam nou dit potje heel goed mee van pas. Dus ja, hartstikke fijn. Dus deze gaat veel gebruikt worden, denk ik. Ik ben er echt heel blij mee. Het zit met een magneet. En de andere helft van de magneet zit op het hoesje van mijn nieuwe telefoon. Zodat ik hem gewoon zo klak. Nou, die is ook oersterk, die magneet. Je moet hem goed in het midden doen, zodat hij ook echt goed vast zit. Nou, dan kan je er ook mee lopen en alles. En ja, het is echt een uitvinding dit. Hartstikke fijn. Nou, er is nog, ik zei het net al, uit de pop-up van Eva nog wat onderweg. Dat komt vandaag. Maar ik heb wel tijd nodig om mijn video te bewerken en te uploaden op YouTube. Dus ik kan er niet op wachten, want het komt waarschijnlijk pas in de avond of tegen de avond. Maar dan gaan jullie dat volgende week in het draadje zien. Dus dat waren de aanwinsten.
Nou, ik ga even alles weer opnieuw arrangeren. En mijn spulletjes opbergen en klaarleggen voor het draadje gaat vintage. Dus tot zo. Ja, en dan nu draadje gaat vintage. Hij is bijna klaar. Het luierbroekje uit een heel oud boekje wat rond de oorlog geweest moet zijn. Moeder breidt zelf voor baby. 25 oorspronkelijke brei- en haakmodellen. Nou, schattig boekje. Zo'n schattig kuifje dit, jongetje. Ik vind het zo leuk. Daar kwam dit luierbroekje uit. En wat ik zo leuk vond, was doordat je hier meerdert, krijg je dus dat een beetje schuin gaat lopen. En ik dacht, als ik nou verlopend garen neem, dan worden die richtingen ook nog benadrukt. Nou, wat ik me niet realiseerde, als ik steeds naar het plaatje keek, ik dacht dat dit aan twee kanten hetzelfde zou zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er staat ook in de beschrijving dat je op een gegeven moment moet je een aantal steken afkanten aan het begin en aan het eind. En dat naai je aan elkaar aan de voorkant. En dat wordt dus gewoon een naad. Dat betekent wel dat je dat naadje heel netjes moet maken. Want dat zit aan de voorkant. Wat je hier dus ziet is de achterkant van het broekje. En dit is zeg maar het kontje. Waar het kontje in komt. Nou, er is iets mysterieus met het patroon. Ik kan het niet verklaren. Je moest 116 steken opzetten. Dan moest je breien op een bepaalde manier. En dan moest je steeds daartussen meerderen. Tot je ertussen 66 steken had zitten. He, van niks tot 66. Dan nog een aantal ribbels breien. En nou ja, dan verder afmaken. Als ik dat bij elkaar optelde, dan kwam ik op 182 steken. Dan wordt er op een gegeven moment gezegd, dan ben je dus klaar met het breien van die tussenruimte en die ribbels. En dan staat er even kijken hoor. Dan afkanten. 20 steken afkanten. 50 op de naald laten staan. 40 afkanten. 50 op de naald laten staan. 20 afkanten. En als ik dat bij elkaar optel, dan kom ik op 180 steken. Ik denk, ja, terwijl als ik die 116 plus die 66 bij elkaar op, dan kom ik op 182. Dan denk ik, waar zijn die twee steken gebleven? Dan wordt er aan het eind gezegd, over de 50 steken worden de pijpjes gebreid. En dat moest je eigenlijk in het rond doen. En er staat dan, en met twee recht, twee afrecht. Maar omdat je dan zowel begint als eindigt met afrecht, dan krijg je dus vier of met recht, dan krijg je dus vier steken recht naast elkaar. Dat is niet mooi. Dus dan zeggen ze twee steken die te veel zijn, wegminderen. Maar dat geldt alleen voor het pijpje, niet voor het geheel. Dus ik denk, nou, ik ga toch mijn steken eens even tellen. En ik kwam ook op 180. Dus, want ik dacht, nou, als ik die twee eerste gegevens bij elkaar optel, dan kom ik tot echt op 182. Dus ik denk, nou ja, voordat ik dan ga afkanten, moet ik in die rij daarvoor maar eventjes ergens twee steekjes minder. Maar dat hoeft er dus niet. Ik heb geen idee. Het raadsel van de twee verdwenen steken. Ik had er dus gewoon 180. Ik kon me dus bij het afkanten gewoon aan het patroon houden. Nou stond er in het patroon. Kijk, dit heb ik dus inmiddels gedaan. En dat ziet er dus dan zo uit. Enorm lijkt het, maar als het in elkaar zit, is dat niet meer zo. Dan is het een heel bescheiden broekje. Ja, ik vind het zo grappig, dat modelletje. Iemand moet dat toch ooit bedacht hebben. Het zal ook vrij universeel misschien geweest zijn hoor, maar ik vond het heel leuk. Oorspronkelijk moest je nu, je ging dus afkanten, 20 steken en dan stond er 50 op de naald laten staan. Nou, die heb ik dus gewoon gebreid, want anders dan moet je elke keer een nieuwe draad aanhechten. Dat doe je natuurlijk niet. Dan 40 afkanten, 50 breien voor het pijpje en weer 20 afkanten. Dit is dus de achterkant, het kontje. En die voorkanten moet je aan elkaar naaien tot de voorkant. Dit wordt dus de voorkant. Dit komt dus aan elkaar, dat klopt ook.
Want kijk maar naar die pijpjes. Nou, oorspronkelijk moest je die pijpjes dus op 4 naalden zetten, die 50 steken, en dan in het rond breien. Maar dat vond ik een beetje onzin, want ik had die steken toch nog op mijn rechte naalden staan. En ik dacht, als ik ze gewoon heen en weer brei, dat heb ik dus gedaan nu, dan kant ik het af. Want je moet toch naaien. Je moet dit naaien. En die 2x20 steken hè, aan elkaar vast worden ook 40 steken. En die moet je dus naaien aan de 40 steken aan de achterkant. Dit wordt dus ook een naad. Nou, als je dan toch aan het naaien bent, kan je net zo goed die paar toertjes van dat pijpje. Want dat, ik heb 12 toeren. Oh, er was trouwens nog iets geks in het patroon. Kom ik zo op terug. Kan je net zo goed die paar toertjes van dat pijpje ook meenaaien. Dat zijn maar een paar steekjes extra. Ik denk, daar ga ik niet helemaal sokkennaaltjes voor pakken en steken overzetten en verdelen. Onzin. Ik heb dus niet die 2 steken geminderd. Want ik begin en eindig hier met 2 rechte steken. Maar omdat er een naadje komt, hè, dat neemt zo'n naadje, dit naai je aan elkaar. De goede kanten op elkaar. En dan naai je dat 1 steekje van de kant af. Naai je dat aan elkaar. En dan is er dus van die 2 steekjes eentje verdwenen in het naadje. En dan heb je dus gewoon 2 steken afrecht tegen elkaar, of recht tegen elkaar zitten. Dus ik heb ze niet weggeminderd en gewoon gebreid. Nou, wat er dus niet bij stond, ik heb echt dat patroon 10 keer gelezen. Hè? Ook tijdens dat ik bezig was van, oh ja, wat moet ik nu natuurlijk doen? En dan las ik weer even verder. En dan staat er, de 50 steken zijn voor de pijpjes. Deze worden met 4 naalden, 2 rechte, 2 afrecht gebreid. De 2 steken welke te veel zijn, wegminderen. En dan staat er, door de gaatjes in de boord wordt er lint of koord geregen. Dat aan de voorzijde gestipt wordt. Er staat nergens uit hoeveel toeren die pijpjes bestaan. Dus het is gewoon, weet je, ja, vroeger kon bijna elke huisvrouw wel breien. Dus dan keek je naar het plaatje. En dan deed je dat ongeveer zo. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik zie dat die pijpjeboordjes ietsje korter zijn dan het boord bovenaan. Nou, dit was 16 toeren met 2 gaatjes toeren. En ik heb die pijpjes dus 12 toeren. Dan krijg ik ongeveer hetzelfde. Nou, je kan nu het op verschillende manieren naaien. Je kan de goede kanten op elkaar leggen. En dan gewoon helemaal van de ene naar de andere kant met een stiksteekje vastzetten. Maar wat je ook kan doen, is de goede kant naar buiten. En het met een draadje dicht mazen. En jullie kennen misschien wel, de ervaren breiers kennen in tricotsteek hoogwaarschijnlijk wel de matrassteek. Je neemt hier een steekje op, daar een steekje. Miranda doet dat, past dat heel veel toe om stroken aan elkaar te zetten die van de breimolen komen. Weet je, dan pak je steeds een tegenoverliggende steekje, dan trek je de draad aan en dan zit het in elkaar. Dat kan bij ribbeltjes breiwerk ook. En dat laat ik jullie zo zien. En dat is dan meteen de tip van de week. Ik ga jullie dus zo meteen laten zien hoe je dan die ribbeltjes, hoe je dat netjes aan elkaar zet. En zo dat het, ja, eigenlijk als een soort ritssluitertje in elkaar grijpt en een net naadje vormt. Nou, er vielen me een paar dingen op. Allereerst moest je bij het boord een randje met gaatjes. En er stond dus, na elke 7 steken, ja, om de 7 steken een gaatje. Dit is omslaan en met de volgende toer de lus wegminderen. Wij zijn vaak gewend om te slaan en de 2 steken daarna samen te breien. Dat doen ze dus hier niet. Omslaan en dan op de terugweg. Dus de omslag met de steek die je nog gaat breien, samen breien. Ik had eerst bij de steek ervoor gedaan, maar dan verdwenen die gaatjes bijna. Nou, dat om de 7 steken, dat is dus heel grappig. Kijk maar, want nu heb je dus gaatjes die op heel verschillende plekken zitten. Hier zit het in het afrechte gedeelte.
Hier ook. Hier zit het aan de andere kant in het averechte gedeelte. Hier zit hij in het rechte gedeelte. Dat maakt dus helemaal niet uit. Het tweede, dat meerdere, dat moest je doen door na een bepaald aantal steken het lusje tussen twee steken op te nemen en te breien. En wat tegenwoordig heel vaak gedaan wordt, want je krijgt dan gaatjes. En toen dacht ik van ja, hè, moderne breier, wat ze tegenwoordig vaak doen, een omslagje maken. Of een lusje ophalen tussen de twee steken. En het dan bijvoorbeeld verdraaid breien, zodat je geen gaatjes krijgt. Ik denk, ja, ik weet niet die gaatje. Maar ik dacht, ja, dat kan ook juist wel een leuk effect geven. En dat doet het dus ook. En toen keek ik eens goed naar de plaatjes. Dat zie je hier dus ook. Het zijn gewoon gaatjes. Lekker simpel. Gewoon lusje pakken en breien. Gewoon doorgaan. En dan krijg je dus gaatjes. Niemand die zich daaraan stoort. Het geeft eigenlijk wel een leuk versierend effect ook, denk ik. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met zeker dit soort breiwerk. Dan heb ik het niet over sier- en kunstbreiwerk, hè. Maar dit soort breiwerk voor de baby en zo, ja. Het was vroeger heel normaal als je iets nodig had aan kleding. En zeker aan gebreide kleding, een trui of zeker babykleertjes. Dat breide je gewoon zelf. Dat was vanzelfsprekend. En daarmee, kijk, tegenwoordig breien we eigenlijk in hoofdzak uit, ja, omdat we het leuk vinden als hobby. Nou zullen veel huisvrouwen dat vroeger ook wel leuk hebben gevonden. Maar het was veel meer iets huishoudelijks. En dan maakte het eigenlijk, dan moest zo'n broekje gewoon even, hè, zo snel mogelijk gebreid worden, kan ik me zo voorstellen. Zeker als je, hè, vroeger waren de gezinnen ook groter. Had je soms best een hele rit kindertjes. Ja, als die allemaal voor de winter een truitje moesten of een luierbroekje of een weet ik veel wat. En dan werd er behoorlijk gebreid. Meisjes moesten al snel ook meebreien. En dat was veel meer iets huishoudelijks. En wat ik natuurlijk vond het leuk om wat leuks te breien en om goede wol te gebruiken. Maar die hele breicultuur was gewoon dat kan je eigenlijk niet vergelijken met nu. Hè, nu wordt er... ja, voor het leuke. En er wordt soms ook echt gekozen voor een wat uitdagend patroon. Je wil daar mooi garen voor hebben. Dus je gaat op zoek naar garen speciaal voor dat project. Ja, dat was vroeger niet zo. Je had ook niet zoveel variatie in garens. Dat sowieso niet. En zeker synthetische garens bestonden nog niet of nauwelijks. Dat kwam pas later op. En ja, je had wol. En dat had je in verschillende kleuren. En daar werden ook wel wat leuke patroontjes met leuke opmaas of inbreimotiefjes. Er werd wel wat leuks van gemaakt. Maar het had toch vooral ook een wat huishoudelijke karakter. En ik denk dat dat ook... ik kan me zo voorstellen dat als je nu een modern ontwerpje voor een babybroekje zou vinden. Waar gaatjes in het boordje moeten. Dat ze dat dan waarschijnlijk zo uitkienen. Dat altijd in de averechte delen valt. Bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeld. Kan ik me zo voorstellen. Hè, omdat dat netjes eruit ziet. Maar dan, ik denk dat ze zich daar gewoon minder druk om. Het was vooral praktisch, denk ik. Tenminste, dat is een beetje mijn gedachtegang, hoor. Overigens, nu ik dit zo zit te vertellen. Merkte ik uit de reacties van vorige week. Toen las ik een artikel voor in mijn draadje uit het oude handwerkboek. Waar ging het ook weer? Oh ja, over het lapjes of bedelwerk van grootmoeder. Wat weer in ere hersteld moest worden. Bijna 80 jaar geleden. En jullie bleken dat ontzettend leuk te vinden. Dus het zit in mijn achterhoofd geparkeerd. Het gaat geen vaste rubriek worden of zo, hoor. Maar zo, ik ga ook vanuit dat oogpunt... ga ik in die oude bladen en boeken lezen. Dus niet alleen om te kijken of ik er vintage patroontjes uit kan halen. Maar ook om te kijken of er hier en daar misschien een leuk artikel staat over een onderwerp. Wat gewoon leuke informatie geeft. Dat kan. Of wat, en dat met name als het gewoon een heel leuk tijdsbeeld geeft. Dus zal ik af en toe misschien eens vaker een leuk, wat ik zelf met plezier gelezen heb. Wel eens voorlezen. Ik wil zeggen, dat doe ik dus niet elke week.
Maar zo af en toe, ik houd het in mijn achterhoofd, want ik vind het zelf ook heel leuk. Nou, dan gaan we dus nu naar de tip van de week. Ik ga jullie laten zien hoe je dit naadje maakt. En dan hoe ik dan daarna, want dan keer ik het om, want dit doe ik wel aan de binnenkant naaien. Dus dat ga ik jullie even laten zien. En dan, dan ga ik hem buitenbeeld verder afmaken. En misschien dat ik hem dan nog even aan het eind laat zien. Ja, dat is misschien nog wel even leuk. Want ik heb het koordje namelijk ook al gemaakt. Ik doe dat altijd op een spintolletje. Die staan bij mij gewoon altijd voor het grijpen, hè. Dus dan pak ik even spintolletje en dan draai ik een koordje. Dat vind ik handig. Want dat moet hier nog doorheen op het laatst. Ik ga daarvoor dus eventjes mijn setting veranderen. Want dat ga ik natuurlijk nu ook voor het eerst in het echi doen. Ik pak daar natuurlijk nu mijn nekstatiefje voor. Dus jullie gaan dit vanuit een andere hoek zien en van dichtbij. Dus ik ben zo terug. Nou, neem het me maar niet kwalijk als het even een beetje wobbly is. Want ja, ik heb er wel een beetje mee geoefend. Maar ik vind het best nog lastig om de goede hoek te vinden. Want ik probeer nu zo te werken dat het in beeld is. Maar dat ik wel rechtstreeks op mijn handen kan kijken. En niet door mijn telefoon hoef te kijken. Ik vind dat namelijk heel oncomfortabel. Om door een scherm te kijken naar wat ik aan het doen ben. Daar zit altijd een soort van vertraging in van een 100ste nanoseconde en toch merk je dat. Plus dat ik, ja, het ziet er gewoon ook anders uit. Ik vind dat lastig. Dus het kan best zijn dat af en toe even een stukje buiten beeld is. Ik doe mijn best, zullen we maar zeggen. Even kijken of inzoomen handig is. Dat is wel heel dichtbij, hè? Hoe meer je inzoomt, hoe sneller je buiten beeld bent. Maar ik kan over mijn telefoon heen kijken. We gaan het gewoon proberen. Ik heb hier een naald met een stompe punt. En bij het afkanten heb ik een wat langer draadje gelaten. Want dat kan ik gebruiken. Nou, je ziet hier. Even kijken. Je ziet hier nu. De bubbeltjes. De ribbeltjes. Tegenover elkaar zitten. Hier zit een beetje ruimte tussen, zie je dat? Maar deze ribbeltjes horen bij elkaar. Deze hoort hierbij. Deze hoort hierbij. Deze hoort hierbij. Die gaan we met elkaar verbinden. Nou, ik begin ook gewoon met het allereerste steekje. Mijn draad zit nu hieraan vast. En ik pak het bubbeltje. Wat aan de kant. Je hebt hier een heel klein bubbeltje. Dat zit helemaal aan het randje. Ik pak dus deze die uitsteekt. Daar steek ik doorheen. En van die er tegenover, waar dus mijn draadje uitkomt, pak ik ook het bubbeltje. En dan doe ik niet die helemaal aan het randje zit, maar deze die ernaast zit. Zie je het verschil? Hier zit die helemaal aan het randje. En hier zit ook mijn knoopje, zeg maar, van mijn draadje, mijn afwissel. Daaronder ga ik zitten. Die pak ik gewoon zo op. Ben je rechtshandig, dan heb je het natuurlijk omgekeerd vast. En dan doe je dit van rechts naar links. Maar het pakken van de lusjes blijft hetzelfde. Dus nu pak ik steeds de lusjes die tegenover elkaar liggen. Dus hier pak ik deze en deze. Dan pak ik deze en deze. Dan twijfel ik of ik dat goed zeg. Ja, want dan vallen ze, als het goed is, net in elkaar. Dus ik pak deze. Trek nog niet meteen strak aan. En ik pak die eronder zit. En je ziet het al gebeuren. Als ik nu aan het draadje trek, dan komen die steekjes dus naast elkaar te zitten. Zie je dat? Maar steeds dezelfde ribbeltjes pak. Deze twee horen bij elkaar. Dus ik pak hier een lusje. En ik pak hier het lusje. Hier. Zit een beetje boven in beeld, zie ik nu. Het is nog echt even een beetje wennen.
Maar ik heb hem nu in ieder geval zo ingesteld dat ik gewoon rechtstreeks op mijn werk kan kijken. Nu deze twee. En zo zigzag ik gewoon helemaal naar de andere kant. En als ik nou dit draadje aantrek, dan valt dat als een soort puzzeltje in elkaar. Zie je dat? Ziet er keurig uit. Nou, en zo ga ik dus helemaal door naar de andere kant. Gewoon de lusjes pakken. Die liggen gewoon bovenop. Wat je ook kunt doen, dat is nog mooier, is hier het lusje pakken en dan bij deze niet dit lusje, maar de volgende. Dan krijg je een iets dikker naadje. Maar ik wil het eigenlijk meer tegen dan op elkaar hebben, dus ik neem gewoon de buitenste lusjes. Even, oh, er zit een draadje mee te werken. Nou, deze twee horen bij elkaar. Ik zit nu bovenin, wacht even hoor. Beneden boven, ja, dus ik moet die, deze, en die hoort hierbij. Heb ik dat nou goed gedaan? Heb ik er een overgeslagen? Even kijken hoor. Nou, het ziet er netjes uit in ieder geval. Volgende twee lusjes. Volgens mij ging ik steeds eerst van beneden, van boven naar beneden, en nu ga ik steeds van beneden naar boven, volgens mij. Maar dat weet ik dus niet zeker. Ik kan nagaan hoe snel je dat dan vergeet als je even wordt afgeleid. Maar zo dus. Ziet er keurig uit. En afhechten kan je dan aan de binnenkant van je werk doen. Gewoon door eventjes een knoopje of door een aantal steken te slingeren, zoals je dat normaal ook doet. Zoals je draadjes wegwerkt. Nou, zo dus. En het valt dan als een soort van ritssluitingje keurig in elkaar. Het is dat het hier nog open zit, want anders zou je eigenlijk niet kunnen zien waar het naadje zit. En ja, omdat het aan de voorkant zit, is dat natuurlijk wel belangrijk dat het een beetje netjes is. Nogmaals, je kan het natuurlijk ook met de goede kanten op elkaar leggen en met stiksteekjes doen, dat kan prima. Maar dit is net even, dan zie je dus wel echt een naadje. En dan is dit toch net even mooier. Het kan wel hoor. Maar als het je lukt om het zo te doen, dan ziet dat er wel heel netjes uit. Dan moet ik weer even zoeken. Ik ben ontzettend blij met dit statiefje, want dat betekent, hè, mijn plan voor volgend jaar, hè, ik heb daar al wat over verteld, voor de dinsdagen. En nou ook een, dan weet ik niet of dat nou de eerste, tweede of derde dinsdag van de maand is, dat weet ik niet, heb ik ook iedere keer een klein borduurtje. Ja, en dan is het toch wel heel fijn als je dat van heel dichtbij kunt laten zien. Wel in beeld blijven. Maar dat komt ook omdat ik nu wat ingezoomd ben. Dan ben je heel snel uit beeld natuurlijk. Dus ja, als me dat af en toe gebeurt, moet je me dat maar niet kwalijk nemen. Ik ben natuurlijk geen professional, hè. Het wordt met dit soort hulpmiddelen natuurlijk wel steeds professioneler. Maar ik blijf natuurlijk wel amateur. Oh. Nou, ik maak dit buitenbeeld even af, totdat ik hier bij het boordje ben. En dan laat ik ook nog even zien hoe je dan dat boordje netjes kunt naaien. Waarschijnlijk weten jullie dat wel, maar ik laat het toch maar even zien. Ja?
Nou, ik ben nu bijna klaar. En ja, wat ik eigenlijk niet zei, maar de steekjes vallen vanzelf in elkaar. Dus je hoeft ook niet. Dat is een verschil met die matrassteek. Dan doe je dat heel lossig en dan trek je in één keer die draad strak. Dat gebeurt hier niet, omdat het draadje ietsje zigzagt en de steekjes vanzelf in elkaar vallen. Dus zodra die steekjes in elkaar vallen, dan is je draadje ook strak genoeg. Je hoeft dus niet in één keer aan het eind nog al die draad helemaal aan te trekken. Nou, ik heb hier nog één steekje. En hier. Ja, op diezelfde manier kan ik natuurlijk ook het boordje doen. Oeh, even in beeld blijven. Dan pak ik hier. Je ziet hier. Even kijken of. Nee, want ik zit hier aan de. Oh, wacht even. Ja, nee, ik zit aan de verkeerde. Nee, dit is de goede kant van het werk. Oh, ik ben in de war met de pijpjes. Nee, ik heb hier afrecht en hier recht. Dus ik ga dit met de stiksteek doen. En daarvoor leg ik de goede kanten op elkaar. Nou, dit is de goede kant. Dus ik moet het eventjes binnenstebuiten keren. Even uitzoomen. Nou, kijk, zo ziet dat er nu aan de binnenkant uit. Dit is mijn naadje aan de binnenkant. En aan de buitenkant is hij dus helemaal glad. Alsof het rondgebreid is. Grappig, hè, dat dat zo mooi wordt. Goed, ik was hem in binnenstebuiten aan het keren. Nou, ik had hier ook al een extra draadje, maar die heb ik dus niet nodig. Even zoeken. Nu leg ik mijn boordje zo tegen elkaar aan. En nu ga ik stiksteekjes maken. Nou, als je goed kijkt. Ik moet even mijn hand anders houden, want me. Even kijken hoor. Ik moet even goede houding voor mijn duim vinden. Zo. Als je goed kijkt, dan zie je hier dus. Ho. Dan zie je hier dus allemaal veetjes. Zie je dat? Nou, en we pakken steeds die veetjes die tegenover elkaar liggen. Dus hier liggen twee veetjes tegenover elkaar. Dan steek ik naar me toe. Onder die twee veetjes. Zo. Trek de draad aan. En ik ga één steekje verderop. Steek ik weer terug. Nu heb ik dit veetje gehad. Deze zitten nu aan elkaar. Dan pak ik nu deze twee. Even goed in het midden. 1. 2. Ik moet het even goed tegen elkaar houden. Mijn duim wil dit niet. Zo. En ik ga terug naar het vorige steekje. Hier kom ik uit. Ga ik hier weer terug. Dit steekje heb ik net gemaakt, dus daar ga ik nu achterlangs. Ik pak de volgende veetjes. En ik steek weer eentje terug. Ik steek dus steeds twee verder. En weer eentje terug. En dan krijg je dus aan de goede kant een naadje. Twee verder vanaf de achterkant gezien. Eentje terug. Dat is een stiksteekje. Ik neem daar altijd de tijd voor om dat heel netjes onder die veetjes te doen. Je kan ook gewoon stiksteken maken en dan gewoon een stukje van het randje af, zoals je dat bij. Nou is die niet scherp. Zoals je dat bij stof ook doet. Maar ik vind het net even mooier als je dat gewoon netjes onder die veetjes doen. Je zult zo aan de buitenkant ook zien. Dan krijg je een mooi naadje. En aan de binnenkant krijg je niet zoveel bulk. Als je het iets verder van de kant af doet, kan wel. En als je dat makkelijker vindt, moet je dat ook zeker gewoon zo doen.
En het hangt ook een beetje van het garen af. Heb je nou heel dun garen, kan je het gerust een stukje van de kant af doen en een soort naadje maken, zoals je dat bij stof ook doet. Maar bij wat dikker garen, of als je niet te veel bulk aan de binnenkant en te dikke naad wil hebben, dan kun je dat dus heel netjes doen door alleen maar steeds het veetje te pakken. Hier doe ik even een tweede steekje op dezelfde plek, zodat ik het af kan hechten. Kijk, en dan heb je dus hier het naadje. Zie je bijna niks van. Goed, ik ga buiten beeld, ga ik de rest van het broekje even in elkaar zetten. Want, zoom weer even uit. Zoom even nog verder. Nee, kijk, dat is beter. Hij zit nu binnenste buiten. Kijk maar, dat kan je duidelijk zien. Maar goed, de pijpjes moeten nog aan elkaar. En de bodem moet nog aan elkaar. He, dus de voorkant en het kontje. Nou, dan rijg ik nog even het koordje erdoor. En als hij dan helemaal klaar is, dan laat ik hem nog even zien. En dat doe ik dan weer even van boven met mijn gewone statief. Dus tot zo. Nou, en dit is hem dan. Ik vind hem wel leuk hoor. Het is een beetje een gek modelletje. Maar wel functioneel. De voorkant, waarbij je dus die naad bijna niet ziet. Dit om hem dicht te maken. Koordje. Pijpjes. En je ziet wel dat het heeft een neiging, het naadje, om wat naar voren te gaan, maar dat komt omdat je er hier ruimte in hebt gemaakt. En hier het kontje, waar een lekkere dikke luier in kan. En ja, je denkt misschien, ziet die beentjes ver uit elkaar, maar dat heb je natuurlijk ook, weet je, met zo'n luier ertussen. Het is een lekker ruim broekje. Ik vind hem hartstikke leuk. Ik vind hem echt leuk. Het kontje. En je ziet ook dat inderdaad die lijnen een beetje nu zo, ja, rondlopen. Ja. Ik vind het grappig. Ik vind het hartstikke leuk. Nou, het volgende vintage project, dat ga ik nog uitzoeken. Ik had in principe al wat klaargelegd, omdat ik nog een bol van dit garen heb liggen. Maar dat was ook gebreid. En ik merk toch wel dat ik niet al te veel moet breien. Mijn hand vindt dat toch niet zo fijn. Kan het wel, maar ik moet niet te veel doen. Ja, en op een gegeven moment kom je op zo'n punt en wil je het toch af hebben, hè? Dus, en ik wilde ook graag alvast voor volgend jaar, voor de sokkensteekjes, ook alvast wat gaan breien. En dan wordt dat alles bij elkaar te veel. Dus of ik ga met dit garen een babyhaakprojectje zoeken, of ik zoek iets totaal anders. Dat kan ook. Ik weet het nog niet. Verrassing. Jullie gaan het horen. Maar in ieder geval is deze af. En nou, ik vind hem wel op het plaatje lijken ook. Zo te zien, plaatje, nee, zo wel. Maar dan zie je de broek weer niet. Nou ja, goed. Ik vind hem leuk. Had ik nu alles gezegd? Volgens mij wel. Dan rest me nog om aan te kondigen wat er de komende week op mijn kanaal te zien is. Ik zit me trouwens te bedenken, ik heb geen idee hoe lang ik nu alles bij elkaar heb zitten filmen als ik die stukjes bij elkaar optel. Maar ik vind het zo heerlijk dat ik me dus nu hoogstwaarschijnlijk geen zorgen over hoef te maken dat hij het niet wil opslaan. Daar ben ik zo blij mee. Goed, dat even terzijde. Aankomende dinsdag 10 september, dan laat ik zien, ik ben bezig dus geweest met die oude mola. En die wilde ik eerst een sopje geven. En ik laat gewoon eventjes zien hoe ik dat heb gedaan. Het is een korte video, gewoon eventjes een soort impressie van nou, hier ben ik mee bezig geweest. Donderdag 12 september, dan de video van het garen verven, wat jullie net hebben gezien. Ik heb dat nog op de ouderwetse manier gefilmd, want ik had mijn nekstatief nog niet natuurlijk. En zaterdag 14 september, als alles gaat zoals het gaan moet, draad je door de week aflevering 132. Maar
daar komt een draadje. En hij komt ook gewoon op zaterdag om 7 uur 's avonds. Alleen hij is voor een keertje zonder chat. Dus ik zet hem niet in première. Want er worden allemaal verjaardagen in de familie die in de vakantie hebben plaatsgevonden. Worden allemaal gevierd. En ja, daar zijn we bij. Dus, en dat is ook deels in de vroege avond. Dus volgende week wel een draadje, maar niet in première. Dus even zonder chat. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden weer. Als dat zo is, vergeet niet even bij het weggaan een duimpje te geven. En even een reactie achter te laten. En ja, dan wens ik jullie voor nu een fijne week weer. En misschien tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken, hè. Doeg!